Weet je wat het moeilijkste is aan afkicken? Het moeilijkste is aan afkicken, vind ik, dat iedereen weet dat ik afkik. En dat heb ik natuurlijk wel een beetje zelf gedaan. Nou, eigenlijk is het ook niet eens erg dat mensen het weten. Alleen, iedereen heeft er dan een mening over. En dat is ook niet eens zo erg. Alleen die mening is vaak wel van, ja, nou ja, als je al meer dan 2 jaar droog staat, dan zal het wel goed met je gaan. En dan voel ik me bijna bezwaard om te zeggen, nee, helemaal niet. Als ik je de waarheid zeg, een half jaar geleden was het echt op een haartje na dat ik weer was gaan drinken. Omdat de voordelen wogen niet meer op tegen de nadelen. Weet je, ik kan niet ongefilterd door het leven gaan. Dat alles gewoon ongefilterd binnenkomt. Het is veel te fel, veel te hard. Daar was ik al zeker 2 weken mee in mijn hoofd aan het spook. En toen zat ik televisie te kijken en toen bleef ik steken bij een documentaire. En het ging over een jongen die werkte bij een fabriekslagerij. Maar echt lopende bandwerk. En zijn baan was koeien slachten. Ik weet niet of je weet hoe ze koeien slachten, maar dan heb je een soort pistool in je hand. Daar doen ze zo'n pin in. Dat gaat zo op het voorhoofd van die koe. Dan halen ze de trekker over. Gaat er voor in, achteruit. Kunnen ze heel slecht tegen. Dan... En ik zat dat te kijken. Ik zat dat te kijken en ik vond het echt verschrikkelijk. Heel erg. Want die jongen die deed dat zonder enige vorm van fantasie. Ja. En ik vind, als je zo'n fantastische baan hebt, dan moet je er iets van maken. Yo, als ik die baan had gehad, ik was helemaal uit mijn plaat gegaan, jongen. Ik had dat pistool zo hier gedaan, zo. En was ik naar die koe toe gelopen met mijn buik. Hè? Wat? Wat? Kutwijf. Pap! Volgende! Daar maak je toch iets van. Maar toen dacht ik er echt meteen achteraan. Wat ben jij een arrogant, vervelend klootzakje. Hoe durf jij commentaar te hebben op die jongen, terwijl je er zelf geen reet van maakt. Toen dacht ik, ja, daar heb ik eigenlijk wel gelijk in. Toen dacht ik, ja, maar hoe moet ik het dan aanpakken? Hoe moet ik gaan voor geluk? Voor zover dat bestaat. Moet ik klein beginnen? Moet ik meteen groot beginnen? Nou, toen ik daar bijna een half jaar over had nagedacht, toen dacht ik, ja, ik kan ook gewoon beginnen. Nee, toen ben ik klein begonnen. Ik ben begonnen met 2 caféspelletjes. En dat klinkt raar, maar ja, kijk, ik kom nog steeds wel in cafés. Maar ja, na een bepaald uur hoor je verhalen voor de 30ste keer en dan ga je toch iets voor jezelf doen. Toen heb ik 2 spelletjes verzonnen en die kan je ook gewoon van me jatten. Dat is hartstikke leuk. Dan is hier de bar. En dan hier alle barkrukken. En dan moet je maar eens op letten. Heel vaak zitten mensen zo tegenover elkaar 2 barkrukken. En dan staat er zo'n 3de barkruk tussen. Maar er zit er niemand op. Nou, dat is jouw moment. Ja, daar moet je op wachten. Dat is zo fantastisch. Dan moet je dan de hele tijd in de gaten houden. En wanneer je zeker weet dat die vrij is, dan loop je erheen en dan zeg je, is deze bezet? En dan zeggen ze nee. En in plaats van dat je meeneemt, ga je zitten. Echt fantastisch. Mensen weten totaal niet wat ze moeten doen. Of deze is ook leuk. Die is nog makkelijker. Die moet je maar een keer doen als je de Bob bent. Dan sta je met een vriend van je te praten die je straks thuis moet brengen. En wanneer je dan zeker weet dat die goed flink lam is, dan blijf je hem aankijken. En je blijft ook met hem praten. Alleen ga je dit doen. Als je echt iemand kapot wil zien gaan, dat is geweldig. Ze man echt, ik wil naar huis. Maar ja, toen dacht ik ook, weet je, het is leuk 2 van die spelletjes, maar daar word ik natuurlijk niet heel erg blij van. En toen eigenlijk realiseerde ik me toen vrij snel daarna, dat al mijn vrienden, ik heb er niet veel, maar al mijn vrienden, jij wordt het zeker niet! En ook niet neuken, zie ik. Maar leuke avond, hè? Ja. Nee, maar dat het raar is. Want mijn vrienden zijn dus over het algemeen behoorlijk gelukkig. En ik zat daar naar te kijken en ik denk, wat doen zij dan anders
Wat doen zij anders dan dat ik het doe? Wat weten zij wat ik niet weet? En het eerste wat me opviel was dat bijna al mijn vrienden gaan alleen maar voor hun carrière. Daar hangt ook een hele identiteit vanaf. Van de baan die ze hebben. Anders snap ik ook niet dat je een naamkaartje laat drukken met als tekst desk manager. Ben je dan een sukkel, zeg? Wat zin om te vragen, wat doe je dan? Sta je dan naast je bureautje, zegt ze van mij. Je bent gewoon een sukkel, echt. Een sukkel. En toen dacht ik, nee, ik wil niet alleen maar voor werk gaan. Ik wil leven, verdomme. Dus wat doen zij dan anders? En ineens zag ik het. Ze hebben allemaal kinderen. En sinds ze kinderen hebben, hebben ze ineens alle zingeving gevonden die ze ooit hebben gezocht. En ik vind dat zo raar. Nou, ik ken een aantal van die kinderen. Nou, daar ben ik niet echt kapot van, kan ik je wel vertellen. Mijn beste vriend die heeft een zoontje, die is 4, Bas heet hij, zo groot. Een anderhalve maand geleden was het weer zover, dan is hij jarig en dan belt hij me op. En ik, hallo Bas. Nee, ik heb niet eens zo'n hekel aan Bas, ik heb gewoon een hekel aan verjaardagsfeestjes. Ik heb echt een teringhekel aan verjaardagspartijtjes. Als ik er ook ooit achter kom, wie het is geweest, die heeft geïntroduceerd dat wij tegenwoordig bij binnenkomst, bij een verjaardag, iedereen moeten feliciteren. Daar ben ik nog niet mee klaar. Wat een achterlijke traditie is dat. Je komt ergens binnen. Je bent al helemaal duizelig voordat je überhaupt... Ach man, ik heb er zo'n hekel aan. Kijk, in de meeste feestjes kan ik onderuit komen. Dan kan ik zeggen, nee, ik moet naar Enschede, dus ik heb geen tijd. Maar dit was een kinderfeestje, dus het is overdag, dus daar moest ik heen. Dus ik vroeg hem ook nog, wat wil je dan graag hebben? Nou, dat wist hij dan ook precies. Ja, dat vind ik zo irritant. Ik heb hem zo vaak vette cadeaus gegeven. Denk je dat hij mij ooit één ding heeft teruggegeven? Nooit! En dan maar tegen je, ik ben nog mijn 4. Denk ik, flikker toch op, jongen. Neem je verantwoordelijkheid een keer. In sommige landen had je al lang een baan gehad. Waar gaat het nou om, man? Ja, kijk, als ik iets moet doen waar ik zenuwachtig voor ben, waar ik niet goed in ben, dan gaat het altijd in mijn huid zitten. Dus ik had die dag echt puisten, jongen. Nou, er was er eentje op mijn voorhoofd. Nou, dat was niet eens een puist, dat was gewoon een extensie. Dat was gewoon... Het liep zo door, gewoon. En ik dus echt met zo'n ei naar het kruidvat. En ik zei, heb je ook camouflagestiften? En dan even zo'n huppelke. Waar heeft u het voor nodig? Ik kan me niet anders uitdrukken. Ik ga even voor je kijken, meneer. Ja. Dus ik kom terug met die stift. Ik heel mijn gezicht volgeplamuurd. Ik ga naar het feest toe. Het eerste wat Bas zegt. Ha! Oh, maar heb je er bobbel? Ha! Heel de visite lachen. Dus dat heb ik hem even apart genomen. Hey Bas. Wist je dat je papa en mama helemaal niet van je houden? Toen heb ik hem ook nog een heel gaaf woord geleerd. Adoptiekind. Zijn ouders kwaad, jongen. Ja, dat hadden we hem zelf willen vertellen. Ja. Ik heb geen hekel aan kinderen. Ik ben gewoon bang. Bang voor het kind, bang voor de moeder, dat alles mis kan gaan. Een vriend van mij, of een vriendin, die heeft een postnatale depressie. Al 1,5 jaar lang. Die belt me bijna iedere dag op. Ik ben een depressief. Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Wat moet ik nou zeggen? Ja, hou vol. Dat had mijn moeder ook, maar toen ik op kamers ging, was het over. Echt... Een hele vage kennis van me, die is ook vader geworden. Ik zeg expres vage kennis, want het is echt zo'n lul. Nee, maar die vent is zo fout, dat hij eigenlijk wel weer heel erg inspirerend is. Ik ga eigenlijk alleen maar met hem om voor mijn werk. Dat is gewoon echt waar. Sven heet hij en hij is beurshandelaar. Dan heb ik sowieso nul respect voor beurshandelaren, want ja...
Ik heb wel eens het gevoel dat die mensen niet echt snappen dat als ze in aandelen handelen, dat er daar ook gewoon mensenlevens van afhangen. Nee hoor, Sven interesseert dat niet. Je koopt iets in, verneukt het en verkoopt het weer door. Maar goed, ongeveer een maand geleden belde hij me op. Om 16:30 ochtends. Ik ben vader geworden! Ik zei, nou, tof, gaaf. Nee, helemaal, die zijn allemaal dingen uitgekomen. Ik denk, waar heeft die vent het over? Heeft hij het over de moederkoek? Ik bedoel, is de hele baarmoeder mee naar buiten? Weet ik veel. Ja, maar er kunnen toch maar twee dingen uitkomen. Het is meestal een jongetje of een meisje. Het was niet dat hij vertelde, nou, het is gewoon bevallen van een kameel. Dat was het niet. Anders had ik ook gezegd, oké, we moeten even een kop koffie drinken. Daar moeten we het toch even over hebben. Maar nee, wat was er gebeurd? Ze hadden een echo laten maken. En dan bleek dat het een meisje was. Dus die hebben een kinderkamer gemaakt. Nee, Enschede. Nee. Dit was een kinderkamer van 116.000 euro. En in mijn ogen ben je dan een ongelofelijke schoft. Want je gaat geen 116.000 euro uitgeven aan een baby die daar geen enkele herinnering aan heeft. Ik heb de kamer ook gezien, hij was echt om te kotsen. Alles roze, alles prinsesjes. Overal My Little Fucking Ponies en Kens en Barbie zegt. Kwam dat ding eruit, was het een jongetje. Ik was zo blij. Zo blij. Toen heb ik echt aan Sven gevraagd. Sven, waar ga je voor? Voor het kind of voor de kamer? Nou ja, voor die prijs mag je je afvragen wat je wil verbouwen natuurlijk. Oh. Ja, daar kan je ook nog zitten, ja. Ja. Ja, ik hoor het je denken, dus ik denk, ik vul het maar even in.